Dit verhaal begint met een foto. Dat is mijn oudste broer en dat ben ik. En dat is mijn stiefvader en dat is Moe. Het is 12 april 1945. Berto Dijk is 17 jaar. De foto is gemaakt op het erf van het gezin Dijk in Oranje. Met het cameraatje van de familie, maar door een Canadese soldaat, een bevrijder. En die kreeg toen dat toestel. En die maakte een foto van ons hier voor de deur. En diezelfde jongen is later gesneuveld en die heb ik begraven hier. En dat was diezelfde jongen. Dat blijft Berto Dijk zijn hele leven bij. Hij wil de gesneuvelde bevrijder eren met een monument, maar weet zijn naam niet. 5 jaar geleden lukt het eindelijk met hulp van de gemeente en de buurtvereniging. De gedode soldaat moet de Canadees John Gipsy zijn. Ja, John Gipsy hebben we aangereikt gekregen dus, vanuit boeken die opgemaakt zijn door de historische vereniging Bijlen. Mensen die meer op dat gebied bezig zijn geweest, hebben er ook naar gezocht. En als buurtvereniging hebben we dat 5 jaar geleden overgenomen. En toen dat monumentje dus gemaakt hier. Het is niet zo gek dat ze in Oranje op de naam van John Gipsy zijn gekomen. Oranje maakt in de oorlogsjaren onderdeel uit van de gemeente Bijlen. En in alle geschiedenisboekjes over Bijlen staat dat John Gipsy, 21 jaar, is gesneuveld bij het Oranjekanaal in Oranje. Mooi voor elkaar dus. Maar dan gaat Roelie Speelman, een paar kilometer verderop in Zwichelte, op zoek naar de Canadees die ook op 12 april 1945 bij de brug in Zwichelte is omgekomen. Zij willen hem dit jaar eren vanwege de viering van 70 jaar bevrijding en ze doet een bijzondere ontdekking. 2014-15, internet ligt voor je open en op een gegeven moment vond ik de naam Gipsy. En in de tussentijd had ik ook even contact met de gemeente gehad. En dan kreeg ik dus ook een bewijs dat Gipsy dus in Zwichelte was gesneuveld. En niet bij Oranje? En niet bij Oranje. En ja, dat was wel eerst even schrikken. Omdat het om de precies dezelfde, het nummer was hetzelfde en de naam identiek. En ze heeft er ook een gezicht bij. Dit is John Gipsy. Nu blijkt dus dat John Gipsy helemaal niet is gesneuveld in Oranje, maar bij de Zwichelterbrug. In Zwichelte, gemeente Westerbork. Want dat blijkt uit officiële documenten van de gemeente Westerbork. Schrik dus in Zwichelte, maar zeker ook in Oranje. Ja, ben je spijtig. Je doet je best ervoor met elkaar. En meerdere mensen hebben er hard aan gewerkt. Maar wij hebben die naam erop geplaatst. En ook in boeken van 1995 wordt die naam al genoemd. En gekoppeld aan Oranje. En zodoende is die naam erop gekomen. Ja, ben je spijtig, maar het is nou eenmaal zo. De inmiddels 87-jarige Berto Dijk kan zich het gezicht van de op zijn erf in Oranje gesneuvelde Canadees moeilijk voor de geest halen. Maar Gipsy is het in ieder geval niet. Dat doet heel anders aan, hè. Ik vind het niet leuk. Maar die jongen heeft wel een naam die hier gesneuveld is. En dan vraag ik me af, wie is het nou wel? Dat moet toch te achterhalen zijn. De grote vraag is nu, welke Canadese soldaat is er nu wel gesneuveld op 12 april 1945 op het erf van de familie Dijk in Oranje? Ja, dat zou dan 1 van de 5 Canadese soldaten moeten zijn die op 12 april in de gemeente Bijlen is gesneuveld. En dit is een document van de Commonwealth War Grave Commission. En die soldaten die liggen op de Canadese begraafplaats in Holten. En hier liggen dus de 5 Canadezen die in Bijlen gesneuveld zijn. Hier in het 7e graf ligt Valiquette. Dan in. Hier ligt Beausoleil. Hier ligt Privé Ross. Hier is het graf van Privé Thibault. En op de hoek hier ligt Corporaal Saunders. Berto Dijk denkt dat zijn Canadees een huzaar is. En dan vind je in de database van het informatiecentrum in Holten eigenlijk maar 1 mogelijkheid, Corporal Saunders. En als we verder klikken, dan zien we hier het graf en het levensverhaal van Corporal Saunders met een foto. We zijn er nog niet helemaal uit. We zijn er nog niet helemaal uit, maar het is de moeite waard om dit verder te onderzoeken. De naam Gipsy verdwijnt in ieder geval uit Oranje en gaat naar Zwichelte.
Berto Dijk wil liefst zo snel mogelijk weten welke Canadese bevrijder dan wel de foto van het gezin Dijk heeft gemaakt en even later op het erf in Oranje is gesneuveld. Ik wil heel graag weten van ieder mens die is gesneuveld heeft een naam. Ja?